In Offroad zoekt Sven Arnouts het ultieme avontuur op en maakt hij kennis met de wereld van het offroad rijden. Nu ga je weer iets doen wat helemaal fout kan gaan. Nee, dat ga je niet doen hoor. Ik doe schuine dingen. In deze aflevering stapt Sam Meijer bij hem in de auto. Is YouTube jouw werk? Nee, YouTube is een hobby. Weten ze alle uitdagingen te doorstaan? Oh. Je ziet het in Offroad. De mannen zijn aangekomen op het eiland van Maurik. Richard. Kijk eens, daar zijn we weer. Welkom op het Dakar-eiland van Maurik. Hey Richard, Sam. Dus dit is het speelterrein voor vandaag? Dit is het speelterrein voor vandaag. Zoals je ziet is het ook heel erg geschikt voor hogere snelheden. Een beetje de Dakar-experience die we hier willen bereiken. Hier daarnaast ook nog een heleboel 4x4 mogelijkheden die we zo meteen gaan ontdekken. Maar het is wel weer een andere auto. Het is weer een andere auto. En niet zoals aflevering 1 en niet zoals aflevering 2. Het grootste probleem met deze is dat hij wat langer is. Hij is 70 centimeter langer. En nog een uitdaging, hij is handgeschakeld voor je. Leuk. Nee. Maar tot nu toe hebben we alleen maar automaat gereden. Klopt, dat rijdt voor no-no's een stuk makkelijker. En ik zou zeggen, voor jou wordt dit een uitdaging. En dit is jouw enige handgeschakelde auto? Dit is mijn enige handgeschakelde auto, ja. En daar gaan wij nu in rijden? Ja. Ik ben benieuwd hoe dit dagje gaat verlopen. Ik ook. Leuk dat je mee wilt. Dankjewel, bedankt voor de warme ontvang. Dankjewel, hè. Sam, we zijn weg. Nou, en hoe? En hoe? Ja, mooi oprit. Ja, goed ontvangst, hè. Yes, man. Is dit een hey, dat je dit doet niet? En dit is nog de A27, hè? Nou, dit is goed. We zijn los, hoor. Nou, wat wel is, Sam. Ik heb natuurlijk ook krijg even bezoek al 2 afleveringen gedaan. Dan wordt het wel meer gewoon of ja, zo. Ja. Ik heb 1 keer off-road gereden. Ja. Nou, echt. Ik vond het dood, hè. Ja, dat geloof ik. Ja, dat is circuitrijden, ijsrijden, allemaal niet zo boeiend. Maar dit, jongen, ik vind het... Hier, dit schuin naar beneden, dat soort dingen allemaal. Ik vind het echt verschrikkelijk. Nou, het geldt dat ik wel een hele goede passagier ben, hoor. Ja? Ja. Raak niet snel in paniek. Nee, zeker niet. Dit ook echt. Wow, yo! Goeiedag. Zo, maar we zijn inmiddels onderweg. Sam, leuk dat je bent. Ja, dankjewel. Warme ontvangst. Ja, mooi, hè? Zo krijgen ze het niet vaak, hè? Nee. Dit hebben we nog niet vaak meegemaakt, nee. Oh, wacht. Even concentreren. Wow, yo. Wel lekker dat rustig inkomen. Oh, ja. Hij gaat ook niet een klein beetje van de baan af. Het is gewoon iedere keer dat je denkt, nou hier moeten we rechtdoor. Nee, hier gaan we rechtsaf. Goed, in één keer. Ja. Lekker. Vaak, ja. Vaak ben je te bang, hè? Ja. Hoe kan je hier omhoog? En we gaan het proberen. Gas erop. Het is toch eigenlijk bizar dat zo'n ding niet stuk gaat, hè? Ja. Het lijkt alsof deze auto's alles kunnen hebben. Als je naar de ding die hiervoor kijkt, dan denk je toch ook van... dat dit überhaupt nog rijdt, is al wonder. En dat er nog zo mee wordt gereden, is helemaal wonder. Dat is helemaal erg. Maar wie is Sam Meijer? Sam Meijer, ja. Ja. Vraag. Wie heb ik naast me in de auto? Goeie vraag. Ik denk dat velen mij misschien kennen van de autofilmpjes. Ondertussen even concentreren. Ja, concentreren even, ja. Alsjeblieft. Want ik heb nog meerdere plannen vanmiddag. Ja, dat is... Hey, dat was niet goed, hoor. Gewoon een plaat die is kapot. Kan niet anders. Maar ga verder. Goed. Sam. Ja, Sam die maakt zo nu en dan een autofilmpje op YouTube. Ja. En dat is eigenlijk simpel. Oké, fantastisch. Brandnetels. Ah. Dat is een beetje begonnen omdat ik dacht, ja, op zich die filmpjes, waar is hij gebleven? Ja, ik zie hem daar zo. Je moet hier overheen. Ja. Ik zou dit niet doen hoor, dan ga je bodemplaat. Ja, nu zit er vast. Zit er wel vast? Ja! Nee, we zitten niet vast hoor. Oh, ik zag die hobbel en ik denk, ja hoor. Nou, we zitten echt helemaal vast, maat. We zitten echt vast. Ja. Hoe lang zijn we onderweg? Ik denk 5 minuten. Richard! Ik zie hem naar deze hobbel rijden. Ik denk, dit kan niet goed gaan. Nou, ik had gelijk. Soms wil je het onmogelijke doen. Ja. Ik dacht al,
Ik had al het vermoeden, hier ben jij niet overheen gegaan. Nee. Zo zie je maar. Ik zit bij een expert. We zijn geen professionals. Nee, ja, ik zit echt bij een expert daar. Sam, tot de volgende. Ja, was gezellig, hè? Was gezellig. Ik zeg nog zo, hè. Volgens mij is hij hier niet overheen gegaan. Ja, je had wel gelijk. Hij zit helemaal vast. Lekker! Lekker! 5 minuten onderweg. Sorry Richard, het spijt me. Ja, wij komen niet meer thuis, zij wel. Lachen, hè? Ja. Lachen, hè? Sam, waar waren we gebleven? Ja, wat ik dus wilde vertellen, toen we poging 4 waren inmiddels. Wie is Sam? Sam maakt er nu dan een oud filmpje. Meestal niet off-road. Oké. Okay. Dus ik denk, interessante combi vandaag. Ja. Ik maak ze nu dan een rijtest op de weg op het circuit. En dat is eigenlijk een beetje tot stand gekomen dat ik dacht, ja, het is allemaal heel leuk dat er knopjes geeft in de auto. Maar wat is nou zo gaaf om met dikke auto's op pad te gaan? Dus ja. Dat laat ik zien op mijn kanaal. Wat zou je zelf nog willen voor auto? Wat is echt je droomauto waar je naartoe werkt? Kijk, ik denk dat het probleem is wanneer je heel veel verschillende auto's rijdt. Dat je deze week zegt van, oké, ik wil een Lambo. Volgende week zeg je, ik wil een Ferrari. Dan is het er nooit op. Misschien wil je ooit zo eentje hebben. Wellicht inderdaad. Wel eentje die niet snel vast komt te zitten. Nee, die niet snel vast komt te zitten. Het lijkt me oprecht heel vet, de nieuwe Cayman GT4 RS. Die net geïntroduceerd. Niet normaal. Daar ga je van. Ja, dat vind ik wel zo dik. Dat snap ik wel. Ja. Maar we moeten nog iets doorsparen. Ja, ja. Maar dat gaat vast lukken, toch? We zijn hard op weg, dus dat gaat wellicht ooit komen. Dus over een aantal jaren dan zit ik bij jou in die auto. Dat lijkt me goed idee, dat spreken we af. Top. Sam! Ging goed, toch? Makkie! Liet je hem afslaan. Dus eerst zitten we vast en dan laat hij hem afslaan. Ik voel me echt steeds veiliger bij jou in de auto. Zal ik rijden? Nee, ik ga ook niet rijden, want ik kan dit ook helemaal niet. Is het ook een toeter? Ik heb gewoon warm van kijken en niks doen. Hè? Hij denkt nu wel, we gaan nu wel de andere kant op, want zo deed zit hij weer vast. Weet je, ik zei net, ik volg jou Richard. Weet je wat je zei? Dit keer wel. Ja. Wat? Ja, hoe dan? Ja, maar dat kunnen wij niet. Je kan me alles wijs maken, dit gaat... Maar dat? Wow. Ja, nou dat ging eigenlijk beter dan verwacht, moet ik zeggen. Oh, ja, deze zijn dorens. Rustig. Oh, eeuw. Dit op rood rijden is zo raar, hè? Ja, dit kan niet hoor. Ah, hou op. Wij moeten hier nu... Goed van. Nee, dit gaat wel. Dit gaat wel. Nu moet je gas geven. Kijk, huppakee. Hoppa! Hey! Ah. Hier zit een pro in de auto, voel ik. Dit is makkie. Hier doorgaan. En dan ga je linksaf achter de bomen langs. Maar Richard, dan rijd ik toch zo rechtstreeks water in? Persoonlijk zou ik ook naar links gaan voor die tijd. Oh. Nou. Nu moet je een beetje sturen. Mag jij het rustig aanrijden en rechts langs mij rijden? Wow, yo. Dit gaat niet goed hoor. Wat? Sorry, stop. Dit is typisch eng. Oh mijn god. Beetje links gaan. Oh. Wow, dit is echt eng, man. Op je voet van de gas af te gaan. Ja, voet van de gas. Dit is zo tering. Ik ben ook zo slecht passeren. Ik vind het een heel mooi moment om hier te stoppen en jou achter het stuur te zetten. Yes, off-road rijden. Heb je er zin in? Nou, ik zeg heel eerlijk. Ik zat er sowieso niet lekker naast, nee. Dus het kan alleen maar beter worden. Het kan alleen maar beter worden. Ik heb het dan wel weer gehad voor vandaag achter het stuur. Ik doe ook even een gordeltje aan. Koppeling op laten komen en geen gas. Maar rechtdoor. Rechtdoor. Ga er maar overheen, naar rechts of naar links.
Hier doorheen? Ja, hier ook doorheen. Gaan we naar die vlaggen toe. Oké. Okay. Zit je vast? Ja. Nou, nu is het twee gewoon. Dat is lekker, hè? Dit is gewoon de normale snelweg. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Hey. Nee, spannend. Maar dit gaat best. Zo, zo. Oh. Ja, sorry maat. Ja, links, links. En gelijk weer naar beneden daar, hè? What the fuck, maat? Ja, hou op, hoor. Nee, dit ga je niet doen. Dit ga ik echt niet doen, zo schuin. Nee, dit ga je niet doen, hoor. Weet je hoe schuin dit is? Links. Ja, naar links, je hoort het. Hé, hey, die ren, die werkt niet echt. Ook echt gewoon 1 minuut achter het stuur. Gelijk chaos. Maar als je daar recht naar beneden gaat, dan denk ik nog van oké. Okay. Oké. Okay. Maar als je dat schuin doet. Ja. Richard zoekt inderdaad geen pad. Nee, Richard die creëert een pad. Die creëert een pad. Wat, ja. wat gaat hij doen? Ho, wacht eens even. Ho. Ja, hou op hoor. Ho. Dit gaan wij ook doen? Met deze auto? Hou op. Ja, luister even. Ik rijd net 3 meter in de dikke. Je mag toch niet dat ik dit meteen doe? Hij zwaait. Sam, gewoon doen. Deze auto kan alles hebben, Sam. Rechtdoor. Kijk eens! Hoe kan dat dan? Ja, ja, hoe ja! Hoe kan dat nou? Hoe... ik snap er echt helemaal geen moe van, hè? Nee, ik snap het ook niet. Nee, ik snap niet dat deze auto... geen gas. En dat gaat beter. Mama, ik haat dit, hè. Circuit rijden, geen probleem, hè. Met 200 km per uur, hoppa. Geen probleem. Maar dit? Maar Sam, hoe ben je terechtgekomen op YouTube? Niet zo. Hoe ben je daar terechtgekomen? Wat heb je eerst gedaan? Wat is je werk nu? Ja. Is YouTube jouw werk? Nee, YouTube is een hobby voor mij. En een hobby waar het wel allemaal mee begonnen is. Ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. Want door YouTube kom je echt op bizarre plaatsen. Ja, kijk maar waar je nu bent. Ja, soms ook uit mijn comfortzone. Soms, ja. Dat is ook goed. Ja. Eigenlijk had ik niet zo heel erg veel met auto's vroeger. Ja. En dat klinkt heel raar, want nu bestaat mijn leven eigenlijk uit auto's. Ik rijd denk ik gemiddeld 20 verschillende auto's per week. Ja, dat zijn er een hoop. Dat zijn er heel veel. Maar vroeger heb ik eigenlijk heel veel gedennist. Dat vond ik fantastisch. Toen ben ik geblesseerd geraakt, korte variant. Ja. En de autopassie was wel een beetje door mensen om me heen bij me terechtgekomen. Ja. Toen dacht ik op een gegeven moment, hier wil ik eigenlijk ook wel mee doen. Dus ik werkte ten eerste als in een tenniswinkel, ik was er helemaal klaar mee. Hier ging jij linksaf, ja. Dus dat kan ik ook. En hier ging jij nog een keer linksaf, dat kan ik ook. Kijk eens. Dus op een gegeven moment wilde ik wat anders gaan doen, want ik was 2 jaar geblesseerd inmiddels. Ja. En toen dacht ik, wat ga ik doen? Toen kwam er een vacature vrij bij een Honda dealer in het dorp naast ons. Ja. Als verkoper of? Assistentverkoper op zaterdag. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment dat ik daarover ging werken, het was een best wel een traditioneel bedrijf, wilden ze een stukje in de krant plaatsen van de nieuwe Honda Civic. Ja. Dat is nu 5 jaar geleden. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat, ik kijk allemaal YouTubers, JWW, Smee, iedereen, ik denk, oké, iedereen kent het. Dacht ik, ja, voor mij is dat nog niet in Nederland. Toen begon het, want ik zei, we kunnen toch ook gewoon een keer een GoPro kopen en dan een YouTube video maken. En dan kijken wat voor mensen naar de showroom komen. Dus ik heb de eerste video gemaakt over een Honda Civic. Ja. En die werd volgens mij op een gegeven moment 1000 keer bekeken, dat ik echt dacht van, hè? Holy shit, hoe kan de eerste dit? Video, 1000 mensen. En vanaf daar eigenlijk nog een keer een CX-5, want ze deden Honda en Nissan. En Mazda, CX-5, MX-5, Qashqai, eigenlijk allemaal van dat soort dingen. En eigenlijk, toen dacht ik, oké,
deze auto's die ik nu heb gereden, waren mooie auto's, waren hele gave auto's. Maar ik zou ook wel graag een keer wat willen doen in het hogere segment. Ja. Toen leerde ik Roy kennen. Roy is de eigenaar van Jezus Baarsen. En dan liep ik binnen, want hij had een Audi R8 staan. Ja, ja. Mat voor red zilver, ik zou het nooit meer vergeten. En toen zei hij, nou, dat lijkt me niet zo goed idee, want ik had toen de tijd nog 100 abonnees. Ja, 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 ja. En toen belde hij een week later op, zei nou, die R8 dat lijkt me nog niet zo goed idee, maar we kunnen wel oppakken met de 335i. Oh, super dik, 335i, ja. Werd een RS, werd een S3, werd een RS3, werd een RS5, werd een RS6. En toen kwam je? En toen ineens was het op een gegeven moment streetgassen. Ja. Hey, wil je met ons een keer mee rijden? Nou, wij met z'n tweeën met die RS3 mee. En toen leerde ik mensen van Sterren kennen. Ja. En toen was het van, wil je niet een keer wat met AMG doen? Nou, en toen op een gegeven toen moment... Toen was het los. Ja, toen ging het echt bizar. En toen op een gegeven moment ging YouTube ging hartstikke lekker. Ik dacht, oké, met YouTube ga ik niet heel mijn leven doen. Nee. Er moet iets naast zijn. Nou, ja. Ik kwam toen de tijd bij relatief kleinere autobedrijven. Daar vond ik een probleem. Ja. En ik dacht, weet je, dat probleem, dat past precies bij hetgene wat ik wil doen. Ik wil zelf relatief veel vrijheid hebben in het werk wat ik kan doen. Dus ik wil gewoon de mogelijkheden hebben om de dingen te doen die ik leuk vind. Eventueel reizen, dingen in het buitenland opnemen. Ja. Ik moet gewoon meerdere dingen doen. Dus mijn bedrijf is niet alleen social media, maar wij maken ook bedrijfsfilms. Heel kleinschalig tot heel grootschalig. Oké. En dat is zelfs op commercial niveau. Dus we hebben recent een commercial mogen verzinnen voor Ford Europe. Die komt binnenkort op tv. Oh, echt een commercial, ja, die hebben jullie? Ja. Ja. Oké. Okay. Dus ik heb dat commercial verzonnen en ik ben daarbij geweest om dat helemaal te begeleiden. En dat is eigenlijk dus... Maar was dit jouw plan A? Nee, mijn plan A was om inderdaad YouTube uit te bouwen. Ja. Ik wist dat ik wel wat in de automotive wilde doen. Ja. Want ik zie nog steeds een giga verschuiving in de autowereld. Ja. En er gaan nog steeds heel veel dingen veranderen in de komende periode. Ja. En ik dacht, ja, daar liggen zoveel kansen. Dit moet het gewoon zijn. Je hebt altijd heel veel mensen die zeggen, het is maar niet voor de wind te gaan. En ze die komen aanwaaien. En daar heb ik altijd heel veel respect voor. Ja. Kijk, door mijn ouders ben ik nooit in de autowereld terechtgekomen. Nee. Mijn ouders hebben allebei een hele normale baan. Ja. We hebben thuis echt heel prima. Ja. Maar niet... Als zijnde van, nou, we hebben 3 auto's voor de deur, vrijstaand huis. We hebben het gewoon echt prima, gewoon echt een mooi gezin. Ja. En daardoor heb ik ook wel de kans gekregen om te kunnen doen en te proberen met wat ik wilde. Kijk, ik denk dat er heel veel mensen zijn inderdaad die niet uit deze situatie komen. Ja. En dat besef ik me ook, dat niet iedereen kan zeggen van, nou, ik ga het gewoon een jaar proberen en na een jaar is het niks. Dan, dan is het jammer, dan heb ik niks verdiend. Ja. Want voor heel veel mensen is dat niet zo. Elke keer dan denken ze, wat ga je in nou toch weer doen? Ja. En elke keer denken ze van, oh, komt dat wel goed? En elke keer denken ze van, ja, nu ga je weer iets doen wat helemaal fout kan gaan. En als het goed gaat, pakt het goed uit. Maar als het fout gaat, kan het ook de andere kant op gaan. Maar elke keer toch het vertrouwen in je hebben. Mijn moeder vond het heel spannend in het begin. Maar die vond het spannend, maar die gunde het jou wel. Zeker. En die dacht wel van, oké, Sam weet wat hij doet. Ja. Het komt goed. Ja, en daarnaast natuurlijk, ik... stopte niet. Kijk, uiteindelijk ben ik gestopt, want ik heb een jaar geprobeerd en na een jaar ging het heel goed. En toen kon ik inderdaad doorpakken, maar als het na een jaar niet was geweest, was ik ook gewoon weer teruggegaan naar school. Dus ik denk dat het altijd heel goed is om te kunnen uitwijken. En ik zeg zeker niet dat je een papiertje nodig hebt om dingen te kunnen doen, dingen te kunnen bereiken. Maar ik denk dat er heel veel dingen zijn waar opleidingen wel gewoon goed voor zijn en dat je je niet moet doodstaren op... Ik zie andere mensen stoppen. Dat ga ik ook doen. Nou jongens, kijk, gewoon hier omhoog. Hier gaan we omhoog. Zit je vast? Ik zit helemaal vast, jij ook? Ja, ik zit. Voor zover ik vast. Kijk, daar gaan we. Tweede versnelling. Naar rechts, hè? Ja. Kijk eens, perfect. En nu rijden we gewoon op de A16. Je doet natuurlijk best veel met auto's. Ja. Je rijdt hard. Je rijdt op het circuit. En leef je dit dan weer anders? Ja. Ik vind het zo grappig, want 2 weken geleden gingen we voor het allereerst met mijn eigen auto het circuit op. Ik heb best wel wat op het circuit gereden. Ja. En dan stap ik gewoon in en dan denk ik geen seconde van, oh, dit kan fout gaan of dit is de limiet of bla bla bla. Ja. Maar hier met instappen, eerste keer dat je omhoog gaat naar beneden, denk ik toch van, oh fuck man, straks vallen we om. Dat is wel een dingetje hoor. Dus dit is inderdaad, ja, dit is zo, het enige wat hier autorijden is dit en dit. De rest niet. De rest is hier geen achterrijden. Zet hem maar daar net. Zit erop.
Nou, ik... Het is warm hier, hè? Oh man, het is warm! Richard, oh. Dankjewel. Alsjeblieft, voor het leuke off-road avontuur. Alleen, jullie zeiden dat het is warm. Ja, nu al warm. Wat ik al zei, het is eigenlijk een locatie van Dakar, waar het nog veel warmer is. En ik heb nog een leuke verrassing voor jullie. Jullie gaan een Dakar-experience beleven op het eiland van Maurik. Ofwel? Jullie gaan met een Dakar-buggy meerijden. Een echte. Nu? Jazeker. Cyberboy gaat jullie wat meemaken. Jullie gaan echt wat meemaken, vriend. Oh, jezus. Cyberland, goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Cyberland. Sam. Hoi, fijn dat jullie zijn, mannen. Man, dit is ik. Dit is mooi, hè? Oh, wat, dit is echt vet, man. En dit is een speciaal team wat jullie zijn? Of? Ja, we zijn van het Valk Rally Team. We rijden ook de Dakar zelf. Ik heb 2 keer de Dakar genavigeerd. Werk nu voor de organisatie, maar we rijden ook nog steeds met een team mee. Deze buggy rijdt dat soort rallies ook. En nou ja, we gaan jullie een rondje meegeven. Kijken wat het is. Even voelen. Niet normaal. En jullie oefenen hier ook normaal dus? Ja, met heel dit is ons trainingsparcours. Dus we testen hier de vering, afstellingen, motorafstellingen, alles erop en eraan. Komen ook andere rallies. Ik ben helemaal stil, man. Ik vind het zo indrukwekkend, zo'n ding. Ja, ik heb het al een paar keer op tv gezien. Ja, nu nooit echt meemaken. Nog nooit in weet je, het is, ja, wat ik zeg, het is wel redelijk uniek om even een rondje mee te gaan. Sam, jij bent de gast. Ja, dus? Kijk eens wat eraan komt. Gaat je helm bij je voor iets anders? Oh ja. Ik zag de vorige aflevering met die rolkooi dat jij bijna dood was. Ik denk mijn helm mee. Dat gaat mij niet gebeuren. Dus die komt mooi van pas. Die komt mooi van pas. Wel een stukje rij, mannen. Alright. Wow. Jij hebt gewoon goed vast. Hey maat. Ja, dank je. Soort succes. Van. Normaal. Je kan zulke hoge snelheden op oneven terrein realiseren. Ik had echt zo vaak dat ik dacht, oké, nu gaan we vierwielen los. Nu, en gaan gewoon we, dat die... nu gaan we eraan. Maar dat viel best mee. Dat ging best goed. Mooi, super vet, niet normaal. Dat je gewoon toch nog zoveel controle hebt. Ik vind het echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Dit moet je een keer meemaken. Ja, dit is echt next level. Dus ik zeg die helmpje op. En, ja, durf je nog? Ik durf nog, ja zeker. Dit is... Klaar voor? Ja, zeker. Gasten! Oh joh! Oh, off-roadrijden is helemaal niks, joh. Nee, dit is leuk. Wow. Hoe kan zo'n buggy zo op zijn wielen blijven? Ik zei dat net ook. Ik vind het... Je blijft alleen maar lachen in zo'n ding, joh. Ik zat ernaast. Het was echt... Denk je ook in dat dit dus voor een hele dag... Ja. Door de duinen. De hele dag door de duinen. Ja, niet één dag. Twaalf dagen. Twaalf dagen, inderdaad. 12 dagen achter elkaar. 8 uur per dag. 10 uur. Of als je pech hebt, 14 uur per dag. Houd toch niet voor. Dat is Dakar. Dit was echt
niet normaal gewoon. Het is zo bizar hoe zo'n gozer off-road kan rijden. Dan kom je in een hele andere dimensie van autosport, hè? In een Dakar-bug, maar je gaat zo hard. Je hebt geen idee. Niet normaal. Dit is echt gewoon dat je je brein helemaal moet resetten. En deze locatie is automatisch geschikt om met elkaar wagen te rijden. Ik hoop dat jullie weer fantastisch hebben gehad. Dit was een ervaring, dit was echt niet normaal. Dank je wel voor deze verrassing, want het was echt een hele mooie verrassing. Je had niet verteld wat we gingen doen. Nee. Maar dat het zoiets zou zijn... Ja, het is een, ja, wat ik al zeg, deze locatie is uiteraard automatisch geschikt om met elkaar wagens te rijden. En er was er vandaag eentje tot jullie beschikking, dus... Ik heb zelden zoiets meegemaakt. Mooi! Ga je het nog één keer overtreffen in de laatste aflevering? We gaan het meemaken. Oh, dat belooft veel goed. Vond je deze aflevering nou super tof? Doe dan even dat duimpje omhoog. Het was weer een hele andere aflevering als de vorige afleveringen. Zeker omdat we met die Dakar buggy mee mochten rijden. Wat een ervaring was dat. Dat is echt niet normaal. Sam? Onwijs bedankt. Super dank bedankt dat je erbij mocht zijn. Dat je mee wou doen. Ik ben nog helemaal koekoek. Helemaal shock. Ja. Ik zie jullie graag weer terug bij de volgende aflevering. Dat gaat de laatste worden. Maar dat gaat sowieso een toppertje worden. Dat kan ik nu al beloven. Want Richard heeft elke keer wel wat anders in petto. Bekijk ook zeker het kanaal van Sam. Daar vind je al zijn content terug. Hij heeft momenteel een serie lopen. Waarin je dus mensen meeneemt met hun eigen auto. Ja. Waarin je ze interviewt. Check dat even op Sam's kanaal. Link staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer. Doei doei. Hoi.